De voorbereidingen voor het jaarlijkse défilé van 25 november gaan komende dinsdag van start. De vooroefeningen die gisteren gepland waren zijn volgens politiewoordvoerder Milton Kensmil afgeblazen. Minister Kenneth Amoksi zei eerder deze week aan journalisten dat de coördinatie van het défilé ligt bij het kabinet van de president. Ik heb toevallig de commissielijst mogen inzien. Ik kan niet in details aangeven wat er allemaal gebeurt, maar ik weet wel dat de politie en de defensie als gastheer, dat de politie dus ook meedoet met de parade défilé. En voor alle andere zaken gebeurt de organisatie vanuit het kabinet van de president. De vooroefeningen zullen volgens de politie voornamelijk in de ochtenduren plaatsvinden en wel op 7, 10, 14, 21 en 23 november. De wegen in en rondom de oefenlocaties zullen worden afgesloten. Op 7 en 10 november vinden de oefeningen plaats bij de politieacademie. Op 14 november zal de vooroefening plaatsvinden op het Flora A-project. Op 21 november start de pre-generale oefening met het Nationaal Leger nabij de Gravenbergstraat. De generale oefening is op 23 november in Paramaribo Noord.